Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Dit is de Galgenwaard, waar aankomende zaterdag eindelijk weer wat supporters welkom zijn. De tribunes die zijn nu nog leeg, maar tegen Cambuur wordt het sinds maanden eindelijk weer een beetje zoals het hoort. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we natuurlijk gaan toeleven naar die wedstrijd tegen Cambuur. We gaan het hebben over de afgelopen oefenwedstrijden, inkomende transfers en heel veel meer. Dat alles gaan we doen met Teun den Hartog, voorzitter van supportersvereniging FC Utrecht. En Teun, we kunnen toch eigenlijk wel zeggen, eindelijk. Eindelijk mogen we weer. Zaterdag. We hunkeren ernaar en we hopen eindelijk ondanks het beperkte aantal, dat we de Galgenwaard kunnen laten kolken. Eindelijk. Wat voor telefoontjes en appjes heb jij de afgelopen dagen gehad? Ja, dat is bizar. Echt bizar. Dat geeft gewoon aan hoe Utrecht leeft en hoe de supporters er naartoe leven. En iedereen is gewoon helemaal opgewonden dat het weer mag. In hoeverre zijn dit voor jou ook wel, vanuit jouw rol, moeilijkere jaren geweest dan daarvoor? Ja, veel moeilijk. Moeilijker, ja. Nee. Waar zit dat in? Ja, weet je, je leeft normaal gesproken toch naar de thuiswedstrijden toe. En dan zie je elkaar en dan spreek je elkaar. En dan is het toch even een kort praatje. En nu is het allemaal op afstand. En allemaal via de app en via de telefoon. En ja, weet je, gewoon even lekker ouwe hoeren op de tribune, zo stoort. Je snakt ernaar. Ja. Heel logisch. We gaan het uiteraard zo meteen hebben over dat duel tegen Cambuur. Maar eerst even naar afgelopen week. Want Utrecht, ja, het kwam dan weliswaar niet in actie in de competitie. Maar speelde wel twee oefenwedstrijden. Het was een week waarin van alles gebeurde. Dat begon op de woensdag met een oefenwedstrijd op bezoek bij Ajax. En in Amsterdam verschijnt Tommy Santiago aan de aftrap. De verdediger revalideerde maandenlang van een knieblessure. Ik was gewoon super blij om hier weer te mogen staan. En ook fit. Dat is ook heel belangrijk. En ik heb hard voor gewerkt. Op Sportpark de Toekomst opent Utrecht de score. Moussa Sidhar versnelt langs Divine Rensch. En doelman Charlie Sitford wordt geklopt. En terwijl Utrecht met 1-0 wint, zet Henk Veerman in stadion Galgenwaard zijn krabbel onder een 2,5-jarig contract bij de FC. Nou ja, ik wil mijn meerwaarde bewijzen voor dit Utrecht. En dat is het allerbelangrijkste. En ik wil een hoop goals maken. Ja, vooral een trots gevoel overeerst. Ik ben enorm blij om hier vandaag te zijn. Ja, en op donderdag oefent Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Via Oscar Liedberg en de rug van Fabian de Keizer komt die ploeg op een 1-0 voorsprong. Maar in de tweede helft scoort Utrecht de meer dan verdiende gelijkmaker. Een heerlijke assist van Mimoun Mahi. En het koelbloedige afronden is daar van Tasos Douvikas. Beide ploegen in balans. Ja, en mocht je de hoogtepunten van die oefenduels willen terugkijken, dan kun je dat doen via youtube.com/FC Utrecht. Daar ook een interview te vinden met de nieuwkomer, Henk Veerman. Evenals een uitgebreide babbel met Jordi Zuidam over de afgelopen transferperiode. Maar Teun, we gaan toch nog even inzoomen op die transfer. Henk Veerman, is dit weer zo'n typische Utrecht-spits? Ja, ik ben enorm blij met de komst van Henk. Het verhaal erachter, maar ik vind daar is wel genoeg over gezegd. Maar het is gewoon een spits die zich bewezen heeft in de Eredivisie. En laten wij daar nou gewoon heel erg blij mee zijn. En ik denk ook dat hij de juiste man is die in het elftal past. Het is toch wel een jongen, 30. Ik denk dat hij Douvikas ook enorm kan stimuleren. Dus ik ben echt heel blij met hem. Gaan ze een aanvulling op elkaar worden, ja, denk je? Ik denk het wel. Ik denk echt dat we naar 4-4-2 moeten. Ik bemoei me nooit met het technische, maar nou ga ik het toch even doen. Nee, maar je doet het vanuit de supporters oogpunt, hè? Dus ga je gewoon. Nee, maar weet je, normaal van supporters oogpunt ook. Gewoon een beetje aanvallend voetbal en met twee spelers. Waarom niet? Weet je, en vooral thuis. We zijn Utrecht en we zijn voor niemand bang. Nee, we zijn voor niemand bang. De club is groeiende, hopelijk met inderdaad Veerman erbij. Nog heel veel mooie dingen die gaan volgen. De supportersvereniging van FC Utrecht, groeit die tot op zekere hoogte ook mee in het succes van de club, sportief gezien? Ja, nou ja, dat is wel het gekke van de coronaperiode. Dan denk je van, dan zal dat wel minder worden. Maar in tegenstelling, wij zijn gegroeid in de coronaperiode. En laten wij het nou maar, dat het zo meteen weer mag in het stadion waarmaken, dat we ook die extra toegevoegde waarde kunnen blijven invullen. Ja, wat is nou eigenlijk de echte functie of de rol van zo'n supportvereniging? Want ja, jaren 80 begon je met 50 leden. Dat zijn er nu tegen de 6000 aan bijna. Ja.
Ja, de rol. Kijk, wij zitten gewoon... Ik denk dat wij de belangen van de supporters zo goed mogelijk moeten behartigen en vertegenwoordigen. Tijdens wedstrijddagen het supportershome natuurlijk, alles daar rondomheen. Nog wat met sfeeracties en zo proberen we gewoon een extra toegevoegde waarde te zijn aan de club. Als ik de club bel of iemand wil spreken, dan kan dat. En dan is dat dezelfde dag. Nu hebben we heel veel te doen gehad over 1/3 van de stadions. Bijna dagelijks contact met de club. En met supporterscoördinator Toby, Rob Chenier, die heeft nu een andere taak binnen de club, maar die is nog steeds wel heel erg bij betrokken. En dan weten we elkaar te vinden en elkaar op te zoeken. Afgelopen week ben ik er 3 keer geweest, dus ja, dat zegt wel wat. Het houdt je bezig? Ja, van de straat. Ja. Van de straat, zegt hij ook echt. Ja, want waarin geeft het jou dan een stukje voldoening? Want je doet het al zo lang. Nou ja, weet je, de voldoening is natuurlijk wel als je ziet dat je bepaalde dingen in bent geslagen en dat dat echt uitgevoerd gaat worden, handen en voeten gaat krijgen. We zijn best wel een tijdje bezig met de gladheid van de trappen en dat gaan we nu terecht uitwerken en dat hebben we wel gezamenlijk gedaan. Volgend seizoen, dat heeft met de temperaturen te maken, maar volgend seizoen hopen we dan gewoon dat dat allemaal wel verbeterd is. Ik kan wel zeggen, ja, we maken hier druk over, maar als er 2 keer iemand valt en die moet afgevoerd worden, ja, dat willen we niet hebben. Ook dat willen we niet hebben voor de supporters. Dus het moet een feestje zijn en je moet veilig omhoog en omlaag, op de trappen en naar huis. Mooie dingen. Ja. Ja. Het is tijd voor een reportage over zaalvoetbal, Teun. Want terwijl het UEFA Voedsel Euro 2022 in volle gang is, brachten wij een bezoekje aan Zakaria Amrani. De man die in 2010 zijn debuut maakte bij FC Utrecht in de Eredivisie. Maar anno nu, zo'n 10 jaar later, actief is in de zaal. Bij een van de beste clubs van Nederland. En dat is FC Eindhoven. Ik noem het wel eens een cafésport. Er zijn echt heel weinig mensen die naar kijken. En dat is wel iets wat... Wat echt jammer is, maar je merkt nu wel met EK op het eigen land dat het nu wel heel interessant is. Ik ken mensen die eigenlijk niks met zaalvoetbal hebben en die vragen van hey, hoe is het? Hoe is het Nederlands elftal? Wat hebben ze gedaan? Dus je merkt wel nu met EK op eigen land dat het anders is. 1, 2, 3, 4. Speel op goede benen, kom. Ga naar binnen, ga. Och, wat een niveau. 1. Ik heb vanaf mijn 13e tot 17e, voordat ik naar Utrecht ging, heb ik 4 jaar lang gewoon competitie gespeeld. Jeugdcompetities in Zuid-Holland. En toen ik naar Utrecht ging, toen was ik daarmee gestopt natuurlijk. Ja. Dus ik heb het wel altijd kunnen combineren. Zakaria Amrani verhuist in het seizoen 2009-2010 naar FC Utrecht. In zijn tweede seizoen stapt hij tijdens het uitduel met Vitesse voor het eerst in de spelersbus. Ik wist wel als het een moeilijke wedstrijd was dat ik niet in zou komen. Dat wist ik wel. Maar toen we snel scoorden, dacht ik van nou, misschien is het wel straks het moment voor mij om mijn debuut te maken. Ja goed, uiteindelijk kom je erin. Ja, voor mij was het echt het mooiste wat er is, man. Er gaat er nog een debutant bij komen. Zakaria Amrani komt voor. Prachtig, man. Duplan. Ja, man. Maar je ziet het nu voor het eerst terug. Ja. Ja, man. Bijna 12 jaar geleden, ja. Zie, ik dacht dat het Van Wolfswinkel was, maar... Voor wie ik erin kwam, blijkbaar was het Duplan. Zo lang geleden was het. Ja, ik moet hem gewoon nog een keer bekijken. Grappig, man. Ja, alles komt omhoog natuurlijk weer. Ja, dat je wordt opgeroepen, dat je op de lijst komt, dat je mee mag. Er komt wel wat los, ja. Heb je eigenlijk een idee of je in die ene minuut dat je in het veld stond de bal ook hebt aangeraakt? Ja, ik heb 2 keer de bal geraakt. Ik kan wel zeggen dat ik geen balvlies heb gehad. Nee, ik had, 1 keer kwam mijn bal uit vanuit de ballenjongen, moest ik terugschieten. En 1 keer had ik volgens mij iemand ingespeeld. Dus ik weet nog dat ik 2 ballen heb geraakt. En that's it eigenlijk. Die ene minuut in de Eredivisie is meteen ook de laatste van Amrani. Een echte doorbraak in het veldvoetbal komt er niet. Maar in de zaal des te meer. De oud-middenvelder van de Utrechters heeft 23 interlands voor Nederland gespeeld. En naast het zaalvoetballen in Eindhoven... kan hij nu ook nog op het veld bij de amateurs van Leidschendam voetballen. Als je sowieso vaker gaat trainen natuurlijk, dat het sowieso beter gaat. En ook club als FC Eindhoven, waar ik voor speel, die werkt samen met de club veldvoetbal FC Eindhoven. Die staan samen gewoon in. Dus de jeugd heeft van onder 14 tot 21 hebben ze gewoon een competitie. Die hebben 5 activiteiten, 3 op het veld, 2 in de zaal. Ja, dat is wel iets wat als middenclubs dat doen, zeg maar, profclubs samen gaan werken met voetbalclubs of zaalvoetbalclubs. Dat het wel omhoog gekregen kan worden. Absoluut.
Tot zover zaalvoetbal en Zakaria Amrani. Het is tijd om toe te gaan leven naar de wedstrijd van aankomende zaterdag. Utrecht dat het hier in stadion Galgenwaard opneemt tegen Cambuur. Hoe ga jij die wedstrijd eigenlijk beleven, Teun? Iets vroeger naar het stadion dan normaal? Iets vroeger naar het stadion. Hopen dat ik veel mensen zie en even een praatje kan maken. In het home rustig een biertje drinken, zittend. En dan de tribune op en weer lekker voetbal kijken. Ja, jij komt praktisch sinds de fusie van zo'n 50 jaar geleden bij FC Utrecht. Wanneer is de Bunningside, of laten we zo zeggen de achterban in het algemeen, bepalend geweest in wedstrijden? Dat ze het team over de streep wisten te trekken? Ah, kijk, de Bunningside is gewoon altijd belangrijk geweest vanaf de oprichting. Ze zijn berucht en beroemd en vroeger gingen ze altijd tekeer en nog steeds. En dat moeten we ook zo houden. Ik was afgelopen vrijdag was ik op het topsportcomplex op Overvecht. Toen sprak ik Rick Kruis en die zei ook, jong Teun, zorg dat hij vol zit, en want jullie zijn heel belangrijk. En het is toch wel heel mooi om te horen. Het geeft toch aan dat het niet onderschat moet worden. En ik vind dat het heeft zich ook wel bewezen. Zonder publiek is het voetbal niet van Utrecht zoals het hoort te zijn, laat ik het zo zeggen. Dan hadden we wedstrijden die we nu gelijk of verloren hebben, hadden we over de streep kunnen trekken. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ja. Denk jij dat er iets gaat veranderen aan de waardering van een stadionbezoek? Aangezien het allemaal zo onzeker is geweest in de afgelopen 2 jaar en nog steeds eigenlijk is. Ja, tuurlijk. Weet je, als je dan weer mag. En het is corona, daar hebben we het steeds over. Maar het heeft ook wel bewezen dat het heel veel mentaal bij mensen doet. En mensen hebben toch een uitlaatklep nodig. En dat is toch het bezoeken van de wedstrijden. Dat is voor mensen gewoon een uitlaatklep. En dat missen ze. En daarom, weet je, het is open die tent en voetballen. Ja. Wij hebben het nu over het duel. Dat hebben ze op het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht, waar jij het al over begonnen, hebben ze het er ook over gehad. De mannen die ze natuurlijk opmaken voor dat duel tegen Cambuur. En we gaan voorbeschouwen op dat duel met een man die zo lekker speelde op bezoek bij Sparta Rotterdam, Otman Boussaïd. En met de nieuwkomer, Henk Veerman. De groep is top. De groep is top. Met een hele goede mix van jonge jongens naar oudere jongens. Dus qua dat is het geweldig. Ze spelen met heel veel kwaliteiten. Hij kan ons op heel veel vlakken helpen. Hij kan goals maken. En we hebben wel als groep goed opgepakt. Het ging heel snel. Dus fijn dat hij erbij is bij ons. We spelen op een andere manier als natuurlijk waar ik vandaan kom. En dat is winnen en dat is helemaal niet erg, maar dat moet wel even gebeuren. Anderhalve week geleden moest de winst van FC Utrecht bij Sparta ook even gebeuren. FC Utrecht won met 0-3. Dat was mede te danken aan een hele goede wedstrijd van Otman Boussaïd. Veilig zijn in de laatste 30 meter, goed aan de bal zijn, die extra man zijn in de opbouw. En vanuit daar gevaarlijk worden. Tegen Sparta was dat zo. Encounters waren wel goed. Ik hoop dat we dat door kunnen trekken naar de volgende wedstrijd. Ja, maar tegen Cambuur is wel wat recht te zetten. Ja, zeker. Zeker. We spelen ook thuis met supporters. Dus ik denk toch wel dat die supporters die extra boost gaan brengen voor ons, die extra 12e man. Je gaat natuurlijk bij Heerenveen vandaan zonder publiek en je komt hier met publiek, dus het is een heel andere wereld. Dus dat is natuurlijk dat is sowieso heel erg goed voor het voetbal. En inderdaad ook mooi voor mij, hopelijk debuut. Toen FC Utrecht eerder dit seizoen bij Cambuur verloor, was er geen publiek aanwezig. Dat was namelijk de eerste speelronde waarin de aangescherpte coronamaatregelen van kracht gingen. Ja, heel, heel toevallig natuurlijk. Maar het is wel altijd weer fijn om voor je mensen te spelen. Voor de supporters, voor de club. Dus ik hoop dat we een lekker potje kunnen neerleggen. Het is natuurlijk een geweldig stadion. Dus als de supporters erachter gaan staan, dan is het enorm mooi. En sinds kort is er dus één speler in de huidige selectie van FC Utrecht die dit seizoen wel wist te winnen van Cambuur. Dat was natuurlijk een wedstrijd op zich. Dus als ik de enige ben, dan kan ik nog wel wat uitleggen erover. Ja. En die wedstrijd had jij een hoofdrol? Ja, 2 keer gescoord. Dus dat was een mooi potje. Nou, dan zou je zaterdag ook vertekenen. Ja, dat zou ik zaterdag zeker vertekenen. Utrecht tegen Cambuur-Leeuwarden. En de thuisploeg wil zich natuurlijk goed revancheren van die nederlaag van eerder dit seizoen. En wat verwacht jij eigenlijk van het duel, Teun? Nou, ik verwacht een heel ander Utrecht als dat we de laatste tijd gezien hebben. Ik verwacht een strijdlustig Utrecht.
Wat ik al net zei, omdat er supporters bij zijn, die ze toch dat beetje meer energie geven. En met Henk Veerman, die toch ook een beetje andere impuls zal gaan geven aan het voetbal, aan het spel van Utrecht. Nu gewoon volgaan voor Europees voetbal, zodat we volgend jaar mooie reisjes naar het buitenland kunnen organiseren. Mag ik je danken voor je komst? Heel graag gedaan. En vooral heel veel plezier wensen aankomende zaterdag. Ja, ik hoop voor alle supporters dat ze weer opgelucht zijn, naar het stadion kunnen en gewoon heel blij zijn dat het weer mag. En laten we hopen dat ook heel snel die 1/3 eraf gaat, dat het gewoon vol kan. Ja. Dat hoop ik ook. Helemaal eens. Dank voor je komst. En tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week dan zijn we bij je terug. Gaan we hopelijk nagenieten van die wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. En ook zeker voorbeschouwen op de wedstrijd die Utrecht daarna gaat spelen tegen Heracles Almelo. Dank voor het kijken. Heel graag tot volgende week. 3-3 Jansen. Ja. Nina is de verkeerde kant op. Ja, de bal kwam er niet ver genoeg. En dan is het handig. 2-0. Dat zou gezien de verhouding ook wel terecht zijn. En dat doet hij. Al ligt Nienhuis in de goede hoek. Lenga. Oh, omdat Lewin mis zit, kan Lenga scoren. En dat doet hij. 1-0.